tout achat est un acte politique, entre guillemets. On choisit avec notre portefeuille. L'école à bol européen, c'est celui qui se trouve sur les ponts. Par exemple, ici, je le vois sur ce savon pour la vaisselle. Oui, je connais l'école à bol européen. Non, je ne connais pas l'école à bol européen. Oui, je le connais depuis à peu près une quinzaine d'années. Het Europees Ecolabel is eigenlijk het Europese milieulabel. Het werd bijna 30 jaar geleden opgericht door de Europese Commissie. En het is dus een label dat in alle landen van de Europese Unie gebruikt wordt. Je kan het herkennen aan het logo met het bloemetje dat bestaat uit de sterren van de Europese Unie. Maar de producten die ik ken en die ik gebruik zijn kuisproducten, hygiëneproducten. Verf, ecolabel heb ik ook al gebruikt, kinderschoenen. Je pense que c'est plutôt tout ce qui est bricolage, etc. Peinture peut-être. Il y a du papier de toilette, il y a des produits de nettoyage. Et puis la fois passée, j'avais constaté que j'ai même vu des textiles avec le label dessus. Sur le marché européen, on compte près de 80 000 produits. Répartis en 24 catégories. Cela va des détergents ou revêtements de sol, par exemple les parquets, des essuie-tout aux services d'hôtellerie. L'écolabel européen ne couvre pas l'alimentaire et les boissons. Ces deux catégories de produits ont leur propre écolabel, le label bio européen. La Commission européenne a publié sur son site un catalogue qui reprend l'ensemble des produits écolabellisés. Okay. Naar het ecolabel, kijk of er vaak ook of er een biolabel is. Uiteraard ook de prijs, maar voor mij is het toch belangrijk om de duurzaamheid van het product eerst en dan pas de prijs. Je fais très attention à ce que j'achète, parce que pour moi l'écologie et les rejets et un futur écologique de la terre est pour moi très important. Bah, évidemment, je regarde le prix, mais je cherche aussi une certaine qualité. L'écolabel européen a été créé pour répondre aux besoins des consommateurs et des fabricants. Met de oprichting van het Europees Ecolabel wou de Europese Commissie aan de consumenten een tool geven om op een eenvoudige manier milieuverantwoorde producten te herkennen en die dan ook aan te kopen. En anderzijds wouden ze ook aan de fabrikanten een soort marketing tool geven om over hun milieuverantwoorde producten te communiceren en die meer in de kijker te zetten. Donc l'écolabel garantit un produit qui soit pensé au niveau de l'environnement. Depuis sa fabrication jusqu'à la fin de vie. C'est quelque part un critère qui me permet de choisir une peinture qui sera moins nocive pour ma santé et celle de mes enfants. Ik koop ecolabel producten omdat ik dan weet dat ze eigenlijk kwalitatief getest zijn door iemand anders dan puur de fabrikant. Wanneer een consument kiest voor een product met het Europees ecolabel, dan kan hij er zeker van zijn dat het hier een milieuverantwoord product is van goede kwaliteit. Het gaat hier helemaal niet over greenwashing, want die producten worden gecontroleerd door onafhankelijke instanties en dit op basis van wetenschappelijke criteria. Die criteria worden ook regelmatig herzien, zodanig dat we er zeker van kunnen zijn dat we telkens de meest milieuverantwoorde producten met het EU-ecolabel belonen. Naast milieu komen binnen de criteria ook kwaliteit aan bod, want we willen zeker zijn dat EU-ecolabel-producten ook kwaliteitsvolle producten zijn. Binnen de EU-ecolabel-criteria komt ook het aspect gezondheid aan bod. EU-ecolabel-producten bevatten zo minder stoffen die schadelijk zijn voor de gezondheid en ook minder stoffen die bijvoorbeeld allergene reacties kunnen opwekken.